Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft op advies van het ministerie van Volksgezondheid besloten om de basisscholen te openen. Onderwijsminister Marie Leevens zegt dat er heel goed is nagedacht over de stap en dat de veiligheid van zowel de leerkrachten als de leerlingen op de eerste plaats komt. De scholen gaan voor nu alleen open voor de examenkandidaten van de VOS en VOJ-scholen. De leerlingen van het basisonderwijs beginnen woensdag. In kleine groepen, dus niet volledige klassen, halve klasjes. Die twee groepen gaan nu naar school. En omdat de lagere school begint, en het is juli, kunnen we een berekening maken. Maar als het goed blijft gaan, dan sluiten we september, eerste week september. Als het goed blijft gaan, dan openen we weer eerste week oktober. Maar het moet wel goed blijven gaan. Stel je voor dat er weer een enorme crisis komt. Zoals we dat in de hele wereld zien gebeuren. Je sluit, je gaat open, je probeert. En plotseling is er weer een enorme piek. Zoals dat bijvoorbeeld nu in Nederland gebeurt. Dan sluit je weer en dan ga je weer open. Dus als er niets geks gebeurt, hoor je dat? Als er niets geks gebeurt, dan gaan we 1 september, week september met vakantie en beginnen we 1 oktober. Als er niets geks gebeurt. De bewindsvrouwen hoopt van harte dat de samenleving de informatie goed snapt wanneer de school begint en weer eindigt. De instructies voor de basisscholen zal zoals altijd komen vanuit de leiding van de scholen. Ze gaan naar school zoals het rooster eerder al was opgesteld. En die leerkrachten, de schoolleiders, weten precies hoe dat moet. Want laat me direct een correctie plegen. Het is niet waar dat we laat zijn uitgekomen met een statement in de krant. Laat me het anders formuleren. We hebben onze statement pas vandaag in de krant geplaatst, terwijl we vrijdagavond al wisten dat de scholen open konden. Maar het is een gewoonte van het ministerie van Onderwijs om eerst de schoolbesturen te benaderen. Eerst de schoolbonden, de onderwijsbonden te benaderen. En met hun van gedachten te wisselen, commentaar te horen en dan besluiten we. We doen het. De scholen in het binnenland kunnen jammer genoeg nog niet van start gaan, zegt de minister. Na wateroverlast zijn heel veel scholen niet begaanbaar en dat moest eerst worden opgelost. Die scholen kunnen woensdag echt niet beginnen. De grote schoonmaak vindt nu plaats, maar dan komt ook nog een periode van reparatie. Want de deuren van multiplex zijn helemaal versplinterd. Alles wat van hout was en multiplex is versplinterd, het is levensgevaarlijk voor die kinderen. Het schoolerf is één tokotoko toestand, dus er is een hele grote schoonmaak daar aan de gang. Die kunnen woensdag niet beginnen. Nu zal ik later misschien commentaar krijgen van waarom beginnen die scholen later. Altijd het binnenland begint later. Ik kan die kinderen niet in die rommel naar school sturen. Ik kan niet eens gebruik maken van de, Kroete Osse, want ook dat was onder water. Dus het hele gebied was onder water. En het is dus van belang dat we beseffen wat er gebeurt als iets onder water is. We hebben tijd nodig om dat schoon te maken. Met schoolbushouders zal worden afgestemd hoe de leerlingen te vervoeren.